daar staan het al, Espoir Judo, of ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar er is een heel groot indoor judo kampioenschap. Volgens mij voor redelijk jonge kinderen nog. Oh, moeten we hier naar rechts? Goedemiddag. Morgen nog trouwens, morgen is het nog. Ja. Waar moeten wij heen om te parkeren? Of kunnen wij hem gewoon... Kunnen wij hem gewoon voor de deur zetten misschien? Dat weet ik niet of dat je dat kent. Nou, ja, als de hek een beetje naar rechts staat, dan kunnen wij er langs. Naar links toe gaan. Ja, dat gaat best toch? Zet hem aan de linkerkant van de weg. Dat is goed. Ja. Dankjewel. Hier in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven is vandaag een judokampioenschap. En Anja heeft ons een bericht gestuurd. Dus wij gaan even op zoek naar Anja. Oh ja. Was dat niet goed? Nee, dat was niet goed. Waar hoort er dan bij? Dat was een karatentrap dan? Het is meer smeten, hè? Nou, dan gaan we eens even binnen kijken dan. Ja, ga maar kijken. Goed, rechts op. Nou, Anja, welke leeftijd zien we hier? Vandaag is het min 18. De jongens zijn min 18. En we hebben net de meisjes gewogen. En dat zijn de meisjes tot 15 jaar en de meisjes tot 18 jaar. Het doel van het spelletje is volle vaart plat op de rug. En gaat het ook nog echt ergens om hier? Voor Nederland niet. Dat is heel raar. We zijn geen kwalificatietoernooi, hoewel we het grootste toernooi zijn. Maar dat is een lang verhaal. Maar voor de buitenlandse ploeg is het eigenlijk allemaal kwalificatie voor de Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Wat is nou zo mooi aan deze sport? Nou, ik denk toch maar gewoon eigenlijk de techniek en de kracht. Maar ja, kom wel goed, niet stoppen. Gewoon blijven doorgaan en dan komt het wel. Ja. Hoe gaat het vandaag? Fantastisch joh, echt geweldig. Heb je al veel gewonnen? Ja, ik ben net derde geworden. Where are you from? I'm from Stockholm. And do you also judo here? Yeah, of course, but I'm not competing today, but tomorrow. Are you nervous? A little bit. Wedstrijd heb je zo meteen? Ja, judo in een 63. En ik begin tegen een Duitser en ik ken er niet. Dus, Heb je een beetje tactiek? Ik weet helemaal niks van judo, maar hoe ga je er, hoe pak je dat aan? Nou, ik ga eerst gewoon even een beetje voelen wat en hoe. En dan ga ik een beetje kijken van ja, welke worp voelt lekker en hoe zij reageert daarop en zo. Wat is jouw sterke punt? Ik denk gewoon sterk vastpakken en dan uiteindelijk gewoon een beetje voelen en dan, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Yo, je hebt al een zwarte band, is dat nou het hoogste? Ja, je hebt zeg maar ook nog, je hebt zwart en dan heb je nog allemaal dannen die je kan halen en dan moet je dan weer examens voor doen en dan, je kan nog zeg maar volgens mij 7 of 8 dingen hoger of zo, zoiets. Heb je nog een doel of een droom wat betreft judo? Mijn doel dit jaar is wel gewoon op het NK komen te staan. Dan moet je zeg maar eerst districts eerste, tweede of derde worden. En dan kom je op het NK te staan. Dat is wel mijn doel van dit jaar.